Defensie-minister Krishna Kumari Mathura zegt dat de oplopende spanningen tussen Venezuela en Guyana zorgelijk zijn. Venezuela aast op het olierijke gebied Essequibo en organiseerde zelfs een referendum om de bevolking te vragen naar diens standpunt over het wel of niet annexeren van het gebied dat nu door Guyana wordt beheerd. De Venezolaanse president Maduro geeft Guyana 3 maanden de tijd om het gebied over te dragen. Eerder deze week merkte Mathura voor aanvang van de ministerraadsvergadering op dat Suriname de ontwikkelingen met argusogen volgt. Het is een heel zorgelijke ontwikkeling. En we maken ons inderdaad zorgen en we volgen de ontwikkelingen op de voet tussen Guyana en Venezuela. Alle informatie die we kunnen krijgen, verzamelen we. En wij hopen inderdaad dat het niet zo ver komt, want ook wij en de hele regio is gebaat bij vrede en stabiliteit en veiligheid. En als dat in gevaar komt, zal het ook impact hebben. Dus wij hopen dat het niet in gevaar komt. Wij hopen dat door middel van dialoog zaken opgelost worden. Het standpunt van Suriname, daar kan ik u niks over zeggen, want dat is een aangelegenheid van de totale regering en van de president die het buitenlands beleid onder zich heeft. En daar gaan wij ook niks over zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij ons zorgen maken en dat wij alle ontwikkelingen op de voet volgen. Mathura stelt geen informatie te kunnen geven over welke houding Suriname zal innemen tegenover Guyana in geval de situatie escaleert. Ten aanzien van de kwestie rond de uitspraak van het 8 december proces stelde functionaris dat het ministerie van Defensie geen rol heeft in de uitvoer van het vonnis dat wordt uitgesproken door het Openbaar Ministerie.